Deze sculptuur verwijst naar niets anders dan zichzelf. Wie om dit werk genaamd 2x7x7 heen loopt, wordt constant verrast door een veranderend perspectief en lijnenspel. Dit werk is van de Amerikaan Solle Witt en hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de stroming minimal art. Halverwege de jaren 60 ontstaan in New York. Minimal art kent geen verborgen of mystieke achtergronden. En ook kent het geen persoonlijke expressie. Het werkt enkel aan de hand van materiaal, techniek en maatvoering. Veel van de Witt-sculpturen zijn gebaseerd op het idee dat niet alleen de contouren, maar ook de ruimte ertussen getoond moet worden. En achter dit idee gaat het streven schuil om het onzichtbare waarneembaar te maken.